Welkom in Ouwehands Dierenpark. Samen met mijn maatje Skipper ben ik voor de V-Factor op zoek naar de echte natuurtalent. Wie wordt het natuurtalent van 2023? Dag Tim. Hey Arjan. Hey. Zo, goeiedag. Een huis natuurtalent. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Kan je mij misschien in een paar woorden vertellen wat voor beveiliger jij nou precies bent? Nou, ik werk dus bij de NS als cameraobservant en centralist. En ik hou de stations in de gaten. Zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en nog heel veel andere stations. Om de veiligheid te waarborgen voor reizigers. Nou, had jij een symbool uitgekozen? Als dier, als beveiliger, had je de hond uitgekozen. Ja. Kun je me dat uitleggen? Ik vind dat omdat een hond ook zijn territorium bewaakt. Hij houdt de boel in de gaten. Hij houdt ook de mensen in de gaten, waaronder zijn baasje. En ja, zodoende vond ik dat een hond het beste daarbij paste. Nou, vind ik een hele mooie analogie. Nou staan we hier toevallig naast de giraf. Hè? En hele lange dieren, jij bent zelf ook niet de kleinste. Maar ook voor een centralist vind ik een giraf daar fantastisch bij passen. Ja. Want giraffen lopen heel wijd verspreid uit elkaar, maar vormen toch een kudde. En omdat ze zo'n hoge nek hebben, kunnen ze alle gevaren van ver zien aankomen. En ze houden alles in de gaten en ze geven elkaar aan als er gevaar in de verte aankomt lopen. Ik hou natuurlijk inderdaad ook van bovenaf de mensen in de gaten. Wij waarschuwen dan ook de boa's van de veiligheidsstraat van de NS. Dat er wat aan de hand is of dat er eventueel wat zou kunnen gebeuren. Toen ik boswachter ben geworden, dat zat echt in me. Heel veel beroepen, daar moet je geschikt voor zijn. En beveiliging is ook een heel complex en spannend beroep. Zit dat in jou? Ik vind van wel. Ik hou van veiligheid, ik hou ook van gerechtigheid. En als ik daarbij kan helpen, het land kan helpen om het land veilig te houden, dan sta ik daar zeker voor, ja. Nou Tim, we zijn hier niet voor niks. We zijn hier op zoek naar de echte V-factor, het echte natuurtalent. Kan je mij eens uitleggen waarom jij het echte natuurtalent van 2023 bent? Nou, ik vind dat omdat ik met heel veel plezier naar mijn werk ga. Ik kan een verschil maken in mijn werk door mensen te helpen en te beschermen tegen mensen die andere dingen van plan zijn. Als ik dan iemand heb gepakt die zich misdraagt, dan ga ik met nog gewoon een heel goed gevoel naar huis. Ik hou van gerechtigheid en ik sta daar ook voor. En ja, daarvoor vind ik dat ik de V-factor heb, omdat ik mensen kan helpen en dat echt met heel veel plezier doe.